Goedenavond. Ik heb een heerlijke nieuwe box voor jullie samengesteld. En we gaan beginnen met het voorgerecht. Hertenham. Die is gerookt. Die hebben we meegesfeerd op een kartonnetje. Omdat die hebben we mooi dun gesneden. Lekker, ik ruik hem al. De grote aroma van de hert. Kan heel even op temperatuur komen van tevoren. Daarvoor gaan we even een bekken erbij pakken. Want daarbij hebben we namelijk wat rucola en wat careful. Dat zit in hetzelfde bakje. So be careful dat je eerst even die eraf pakt. En daarna natuurlijk de rucola. Die maak ik op smaak met een klein beetje olijfolie. Peper. En een heel klein snufje zout. En die legt mooi in het midden van een, nou in dit geval plat bordje, wit. Kijk, pats. Mooi. Dan hebben we in een apart zwart bakje wat croutonnetjes voor de crunch. We houden altijd wel van de crunch in een gerechtje hier zo. Dresseer ik mooi erop. En wat in het middel. Nu komt de truc. Ik pak hem even hier zo. Onderop en eigenlijk laat ik me zo opflatsen. Of ik leg hem er eigenlijk op. Hè? Ja, dat is helemaal top. Dan het spuitzakje is weer aanwezig. Truffel mayonaise. Zit er dit keer bij. Puntje eraf. Ik ga hem even testen. Sommige mensen houden iets minder van truffel, dan kan je er gewoon minder op doen natuurlijk. Maar het maakt het gerechtje wel helemaal af. En dan hier nog wat schorsje neer. Ik heb er chipjes van gemaakt. Geef net wat meer smaak, maar ook nog even een extra crunch. En dan de careful, die apart bij kwam. Die leggen we zo drie stukjes. Om het gerechtje af te toppen. Eerste gerechtje. Hertenham. Dan gaan we door. Bouillabaisse zit deze keer in de box. Hierbij hebben we krieltjes voor jullie afgekookt. Gaan in een pannetje. En daarbij doe ik ook de bouillabaisse. Die hebben we gemaakt op basis van visgraten. Wat langoustine koppers zitten daarin en scharen. Ik vind het gewoon heel erg lekker. En wat poon. Mooi boeket hebben we aangezet. Dan gaan we de krieltjes lekker in opwarmen. En dat mag koken. En dan in de tussentijd kunnen we alvast het garnituurtje klaarzetten wat we daarbij serveren. We hebben een hele mooie roei gemaakt voor jullie. En die zou ik gewoon lekker in het bakje erbij serveren voor het gemak. En gruyère croutons, die leg ik mooi bij op een sideplateje, om nog even wat gezelliger te maken. Top, heel gezellig. Nou, deze lekker aan het opwarmen, mag best wel even doorkoken. Je wil wel dat die grill goed heet is. En wat ook belangrijk is voor dit gerecht, we hebben de zalm en de mosseltjes hierbij geleverd. De zalm is gepekeld, 4 uur. Zodat hij even wat steviger wordt en wat lekkerder van smaak. De mosselen zijn kort afgekookt. Het vocht van de mosselen hebben we weer door de bouillabaisse gegooid. Wat ik ga doen is, ik begin gewoon met de zalm. Mosseltjes. Altijd leuk om die een beetje rechtop neer te zetten. Het ziet er even wat sierlijker uit. Oeps, ja, anders erboven. Zo. Nou, de soep die kookt inmiddels. Ik zou nog heel even, ik adviseer je wel om dit wel een minuut of 3-4 lekker door te laten koken. Maar deze aardappels zijn net vers afgekookt, dus ze zijn al op temperatuur. Dan zou ik beginnen met de soep
En die schenkt dus hete soep eroverheen. En hierdoor krijgt de zalm garing. Zorg er ook voor dat je bord een beetje op temperatuur is, dat hij niet ijskoud is. Je kan dit doen door hem even in de oven te zetten. Je zou er heet water in kunnen zetten. Maar dat hij niet helemaal koud is. De zalm heeft dus al een soort lichte garing gehad door de pekel. En we hebben hem expres wat dunner gesneden, waardoor hij dus ook niet droog wordt eigenlijk. Dat vind ik altijd heel erg zonde als zalm te gaar is. Kijk eens, wat een prachtig gerechtje. En dan, als laatste hebben we de mango kompot. Daar hebben we een lekkere hang op gemaakt van kokos erbij. Zit in het bakje, ik adviseer je ook om hem uit het bakje op te eten. Je mag hem ook op een bordje te serveren voor het gemak. En een klein tipje met basilicum siroop. Dat is wat frisser. De mango die is aangemaakt met wat limoen en wat peper. Een beetje pit en een beetje spiciness dus. Nou, dan doe je gewoon lekker zo'n beetje. Hupsakee. Dat is hem dan. De box voor vanavond. Bon appétit!